Nou ja, we hebben natuurlijk gisteren die dodenherdenking gehad. Wij hebben ook even voor de tv gezeten en zitten kijken. En ik heb geluisterd naar de wat mooiere toespraken die daar in Amsterdam gehouden werden. Onder andere van burgemeester Halsema. Er waren een paar dingen die vielen mij op. En die raakten mij hier van binnen. En zij zei, onze vrijheid is door lijden en verdriet omzoomd. Er zijn mensen die hebben gevochten en hebben hun leven gelaten voor onze vrijheid. En we hebben een vrijheid, ook in onze meningsuiting, die voor ons een recht is, voor ons allemaal. En even daarna was er een hele oude man, misschien was hij wel in de 90, die ook gevochten heeft hier in Nederland, in de oorlog overleefd heeft. En hij zei, we mogen nooit meer van onze vrijheid worden beroofd. We mogen nooit meer van onze vrijheid worden beroofd. En ik dacht, wauw. En tegelijkertijd op mijn netvlies de berichten over wat op dit moment gebeurt in Israël. Wat er gebeurd is in Sri Lanka. Wat je hier ziet gebeuren met mensen die uitkomen voor het geloof. Voor wie zij zijn in Christus. Voor wat zij denken en menen dat de Bijbel zegt over mensen en over situaties. De Joden. Die zich gewoon niet meer veilig voelen in ons land. We weten hoeveel we te danken hebben aan het Joodse volk. Voor de welvaart in ons land. En ze voelen zich niet meer veilig. En ze zijn bezig weg te trekken. Wat een drama. Wat een drama is dat. Weet je, en het komt niet alleen door de moslims. Hè? Zodat ze moeten denken. Het heeft te maken met heel veel extremisme. Aan de linkerhoek. Aan de rechterhoek. En vanuit de islam. Allerlei vormen van extremisme. Maakt dat de focus nu op de Joden. En ik kan me herinneren. Jaren geleden zei Tom Nenny. Die toen zo bezig was in de ding van Israël. Hij zei. Het gaat bij de Joden beginnen. De weerstand gaat daar komen. En daarna volgen de christenen. En dat is nu aan het gebeuren. De vraag is, zijn we nog vrij genoeg om onze mening als christenen te verkondigen? Om te vinden wat de Bijbel ons leert over dingen als huwelijk, over identiteit, over geslacht, over ja, wat het ook allemaal is eigenlijk. Alle dingen die voor ons zo belangrijk zijn, onze waarden en normen, überhaupt over gezag. Dingen die voor ons zo ontzettend belangrijk zijn. Mogen wij nog wel zeggen wat we denken? Mogen we straks nog wel vinden wat we vinden? Is de vraag. En dan zegt die man, we mogen nooit meer van onze vrijheden worden beroofd. En ik ben het ermee eens. Ik ben het ermee eens en daar heb ik over nagedacht. En toen dacht ik, maar we moeten niet meer dezelfde fout maken als die ze 75 jaar geleden hebben gemaakt. Niet meer diezelfde fout maken als meer dan 75 jaar geleden. En wat was dat voor fout? Want waarom, waardoor hebben wij ons laten beroven aan het begin van die Tweede Wereldoorlog, laten beroven van onze vrijheid? En dat is eigenlijk één ding. We hebben een deur opengezet. We hebben een deur opengezet waardoor de vijand heeft kunnen binnenkomen. En weet je hoe die deur heette? Neutraliteit. Neutraliteit. Wij wilden ons nergens mee bemoeien. Er gebeurde van alles om ons heen. En wij zeiden, wij willen neutraal zijn. Wij willen ons niet bemoeien met al het extremisme wat aan het opkomen is. Al het nazi-extremisme. Dat willen we niet. En nu, bijna 75 jaar later, de geschiedenis is bezig zich te herhalen. Opnieuw hebben we een deur geopend. En weet je hoe die deur heet? Neutraliteit. Wij willen niet een land waarin iemand zich bemoeit met wat een ander denkt of vindt. Wij willen een land zonder God. Neutraal zijn. Niet iemand die zich met ons bemoeit. Een land zonder God. En dit is het gevolg. We worden opnieuw gegijzeld. We worden opnieuw gevangen genomen door vijanden die misschien nog wel subtieler zijn als toen die zichtbare vijanden 75 jaar geleden die dan met kanonnen kwamen binnen rijden. Vijanden die op een hele subtiele manier bezig zijn om te zorgen dat we niet meer denken wat we denken willen. Om te zorgen dat we niet anders denken als dat zij denken. Dat is nu het gevolg. Die niet willen rekenen met God. En dat is de vraag die ik voor vanochtend heb. Ben je bereid? Heel eerlijk. Ben je bereid om je knieën te buigen voor dit bolwerk van neutraliteit en politieke correctheid? Ben je bereid
om je knieën te buigen voor dat bolwerk over Nederland van politieke correctheid en neutraliteit? Zijn we daartoe bereid? Voordat je een antwoord geeft, wil je dan eerst eens nadenken over het volgende. Stel dat je 10 jaar verder bent en je spreekt met je kinderen en je kleinkinderen. En zij zouden aan jou vragen van welk antwoord heb je toen gegeven? Welk antwoord zou het zijn? Cruciaal is wat we nu doen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen straks. Cruciaal is wat we nu doen. Dat is 1. Ben je bereid om je daaraan te onderwerpen? 1. Het tweede is, of ga je staan in de kracht van de Heilige Geest om een verschil te maken in deze dagen, om je plek in te nemen als vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God? Dat is de vraag. Want er komt namelijk een gigantische scheidslijn is er aan het aankomen. Een scheidslijn die heet kaf of koren. Kaf of koren. Dwaze maagden of wijze maagden. Licht, duisternis. Naamchristenen of volgelingen van Jezus. Dat is de scheidslijn die aan het eind van de tijd aan het komen is. En daar zitten we niet ver meer vanaf. Ik denk, nou, dat is een leuk begin van een preek, zeg hé. Zo, die zit. Nou, hoe kom ik hier overheen? Hoe maak ik nou weer een brug naar een stuk bemoediging die God wil geven? Waar is de nooduitgang? Ja. Ja. Nee, we zetten niet altijd de deur open. Wat nou het mooie is, we hebben gelukkig een God die de Almachtige is. Amen. We hebben een God die een woord gegeven heeft, die niet altijd op allerlei mogelijke manieren via ons mensen aanspreken is, maar die gewoon zijn woord laat spreken. En allang voorzien heeft in deze situatie. Hij heeft allang heeft hij ons tot ons gesproken in zijn woord en door de Zoon. Want er ligt voor deze laatste groep een naamchristen. Ben je een naamchristen of ben je een volgeling van Jezus? Weet je dat? Ben je een naamchristen of een volgeling van Jezus? Ik ga ervan uit dat we hier allemaal volgelingen van Jezus zijn en geen naamchristen. En dan ligt er voor onze geweldige belofte ligt er, te wachten voor de eindtijd. En die belofte die staat in Jesaja 20. Ik wil gewoon af en toe het woord maar laten spreken. Jesaja 60 vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Nou, oké. Okay. Dus dit is een belofte die God geeft. Want zie, de duisternis zal over de aarde bedekken. Zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. De tekst uit het Oude Testament, in eerste instantie bedoeld voor Israël. Maar niet alleen voor Israël, voor het verloste volk van God. Dat halen we terug uit het Nieuwe Verbond. Dus dit is de belofte. Het gaat hier over de tijd waarin we nu zitten. Duisternis die over de hele aarde aan het komen is. Daar zitten we nu in. Ik denk dat er niemand in ons midden zal zijn die zegt, Gerard, waar heb je het over? Waar zit jij? Ik denk niet dat er iemand hier is, anders hoor ik het graag. Dus die tijd is nu. Dat betekent dat in die tijd van nu, deze tijd, dat God iets gaat doen. Als de duisternis zo groot wordt, gaat God iets doen. Namelijk, over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Er staat hier 2 keer u. God doet iets en dat zegt hij tot 2 keer toe en dat gaat over jou en dat gaat over mij. Namelijk, hij zal over ons opgaan en zijn heerlijkheid zal over jou en mij gezien gaan worden. Dit zijn de dagen waarin we nu leven, waarin dit gaat gebeuren. En het is al aan het gebeuren. En daar wil ik je nog wat in meenemen. Het geldt over ons, gaat voor ons. Het gaat over eigenlijk alle volgelingen wereldwijd, alle volgelingen die Jezus volgen, Yeshua volgen, met elkaar. Deze belofte. Dus over jou, over mij, zal zijn heerlijkheid, zal het licht opgaan. Niet over de volgelingen van religie. Niet over de volgelingen van de islam. Niet over onze geweldige politici of regeringsleiders, bestuurders. Niet over de media. Niet over de onderwijskrachten. Althans, de seculiere onderwijskrachten, laat ik het maar zo zeggen. Zijn heerlijkheid zal opgaan over jou en over mij.
als er iets is wat we nodig hebben in de tijd waarin we nu zitten, is het dit. Dat de heerlijkheid van God opgaat over jou en gezien gaat worden buiten. Ik geloof dat we staan aan de, niet zelfs niet eens aan de vooravond, dat we midden in een proces zitten waarin God bezig is een enorm leger te laten opstaan. Een leger van radicale volgelingen van Jezus. Radicale volgelingen die worden gedreven door zijn liefde. Vanuit zijn liefde, door zijn liefde gedreven worden. Met de hoop van het evangelie voor de naties, voor de mensen die verloren zijn. En zij zullen het licht verspreiden. Overal waar zij komen. Dat is wat hier staat. Ze zullen wandelen. Ze zullen wandelen in de kracht van de vrijheid. Ze zullen wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Door de gave van de Heilige Geest. En het werk van de Heilige Geest zal in hun leven zichtbaar worden. Zij zullen, en dat is nu aan het gebeuren. Zij zullen het Koninkrijk van God zichtbaar maken. Manifest maken. Overal waar ze zijn. Overal waar ze komen. Daar zullen ze het Koninkrijk van God manifest maken. Ze zullen zich niet terugtrekken in een veilige wereld. Die tijd is voorbij. Daar komt de scheiding. Die zullen zich niet meer terugtrekken in een veilige wereld. Die zullen zich niet langer, en daar komt de scheiding, het zwijgen laten opleggen. Want als je het zwijgen laat opleggen, kom je vanzelf in de andere kant terecht. In het andere kamp terecht. En wat ik zie, en wat ik proef in de geest al een poos, is dat God is iets aan het doen onder de oppervlakte in een, zeg maar, een speciale, een bijzondere groep, een aparte groep van volgelingen, van christenen. Hij is daar onder de oppervlakte, is hij zijn eindtijdleger, zijn liefdesleger zou ik bijna zeggen, is hij aan het voorbereiden. Dan heb ik het over de verslagenen. Ik heb het over de verwonden. Ik heb het over de mensen die gefrustreerd zijn. Ik heb het over de mensen die thuis zitten, teleurgesteld, die kapot zijn. Ik heb het over de mensen die zichzelf een angsthaas vinden. Ik heb het over de mensen die zichzelf een nobody vinden. Dat is de groep waar op dit moment de Heilige Geest diep in de harten aan het werk is. In die harten is hij aan het werk, is hij aan het spreken, die is hij aan het opwekken. Althans voor degene die daarvoor openstaan. Voor degene die daarvoor openstaan. Ik ben nu al verschillende keren in België geweest en heb daar, ben daar begonnen met pastoraat. Dat is inmiddels redelijk goed in. En er kwam, een van de eerste keren kwam er een vrouw die kwam voor counseling. Ik heb inmiddels aardig wat verhalen, moet ik je zeggen. Maar die kwam voor counseling. En het was een vrouw die was vroeger altijd heel spontaan, die was heel avontuurlijk, ze was creatief, ze sprankelde, ze was heel levendig. En ze begon te vertellen wat er in haar leven was gebeurd. Hoe ze veranderd was. Dat ze niet meer was zoals ze vroeger was. En hoe dat kwam. Althans, dat wist ze niet. Ze was inmiddels voor de tweede keer getrouwd. En opnieuw moest ze zeggen, ik ben niet gelukkig. Twee keer, opnieuw niet gelukkig. Ze was begonnen aan allerlei opleidingen waar ze zin in had. En ze kon ze maar niet afmaken. Ze had allerlei baantjes aangenomen. En iedere keer mislukte dat wel. Mislukte dat. Ze had voortdurend trammeland met de kinderen, met hun kinderen. Had ze na jaren zoeken, was ze uiteindelijk weer in de veiligheid van een gemeente gekomen. En ze liet daaronder de doodsangst dat ook daar weer een einde aan zou komen. Er zal hier vast wel wat gebeuren dat ik dit weer moet verlaten, dat ik dit weer moet loslaten. En ik begon door te vragen. En op een gegeven moment, tijdens het doorvragen, begon de Heilige Geest iets aan haar te openbaren. En ze zei, ja, weet je wat het is? Ik begin me nu te herinneren dat mijn vader, die inmiddels is overleden. Mijn vader, altijd, hij had een soort lijfspreuk. Hij zei, als je iets niet kunt, begin er dan niet aan. Als je iets niet goed kan, begin er dan niet aan. Doe alleen datgene wat je goed kunt. En dan heb je het hier tegen een meisje wat heel creatief was. Wat heel avontuurlijk was. Wat juist dingen wilde gaan ontdekken wat ze misschien helemaal niet kon. En voortdurend sprak haar vader die woorden over haar uit. Als ze weer eens aan een nieuwe opleiding wilde beginnen. Of als ze weer eens aan een bepaalde baan erin stapte. Waarvan haar vader zei, dat kun je helemaal niet.
dat wat zij een leven lang gehoord heeft, is geworden tot een woordvloek over haar leven. Die woordvloek was als het ware een deksel over haar leven, waardoor ze zich niet kon ontpoppen, waardoor ze niet kon groeien, waardoor ze niet kon worden degene die God werkelijk voor haar bedoeld had. Ze heeft dus altijd onder zo'n deksel geleefd. En we hebben die vloek verbroken. Die woordvloek verbroken. We hebben, dat zal ik de volgende keer iets over vertellen, we hebben ongoddelijke zielenbanden doorgeknipt. En raad wat er gebeurde. Een maand later was ik weer. En ik zag een totaal andere vrouw. Ze was blij. Ze was vol levenslust. Ze was zo enthousiast. Ze was helemaal veranderd. De deksel was eraf doordat we de vloek verbroken hadden. En dit is wat de Heilige Geest aan het doen is in veel levens. Als we tenminste daarvoor openstaan. Weet je maar, toen ik haar zo zag, toen dacht ik, meid, er is een nieuwe dag in je leven aangebroken. Prijs de Heer, dit is de kracht van het evangelie. Dit is de kracht van het evangelie. Dit is zo'n wonder wat ik dan zie gebeuren. Dat ineens zo'n vrouw helemaal tot leven en tot bloei komt. My goodness. Het is precies zoals de Bijbel zegt, de volgende tekst in Lucas 1, vers, je had het over 38, maar vers 78 tot 79. Daar staat, dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Even een zijsprongetje, Koos. Je had het over bevrijding, dat het zo weinig voorkomt in het Nieuwe Testament. Als je het woord bevrijding zoekt, klopt dat. Maar weet je dat vanuit en het Hebreeuws en ook vanuit het Griekse denken, het woordje sozo in het Grieks, dat het veel meer inhoudt dan in bevrijding. Dat het is heelheid van leven. En dat is wat God wil. God gebruikt allerlei mogelijke manieren die hij ziet om mensen te brengen tot heelheid. Dat is sozo, dat is shalom in het Hebreeuws. Weet je, dus bevrijding, lees de tekst maar, dat hebben we wel eens keer met Paul gedaan, ga maar eens de tekst opzoeken over genezing. Heel vaak betekent dat ook bevrijding. Of andersom, zoek de teksten op over bevrijding, dan zie je dat God daar genezing bedoelt. Dus dat zijn uitwisselbare begrippen. Het is een veel bredere context dan alleen, en ik snap jouw bedoeling wel, dat gaat niet meer. Ik moet toch even nog op zijn plek daarin zetten, in het bredere perspectief. Maar er staat hier dus dat dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, dat dankzij die barmhartigheid het licht doorbrak in haar leven. Ik zal straks nog even iets zeggen over de vrede. Want wat ze vanaf dit moment, en daarom is er een nieuwe dag voor haar aangebroken, kan doen, is haar weg gaan vervolgen op de weg van de vrede. Daar zal ik zo nog iets over vertellen. Maar eerst nog even dat woord barmhartigheid. Veel mensen begrijpen niet hoe barmhartig God is. En omdat ze niet begrijpen hoe barmhartig God is, houden ze afstand. Blijven ze van hem weg. Zijn ze een beetje bang voor hem. Omdat ze niet begrijpen wie hij is, hoe barmhartig hij is. Maar als je, en dat geldt voor ieder mens, als wij de barmhartigheid van onze God, lees deze tekst, gaan begrijpen, dan kunnen we gaan wandelen op de weg van de vrede. En dat is de weg die God voor ons leven heeft. Wat is barmhartigheid? In het Hebreeuws staat het woordje hesed. H-E-S-E-D. En dat betekent zoiets als, ik zal het even makkelijker maken, onverdiende vergeving en onverdiende goedheid. Hesed, barmhartigheid, onverdiende vergeving en onverdiende goedheid. Dus barmhartigheid is wanneer iemand goed voor je is en je hebt het niet verdiend. Heb je wel eens, mannen, dat je soms een opmerking plaatst bij je vrouw, die eigenlijk niet zo heel handig was. En dat je dan een stukje barmhartigheid nodig hebt om niet overvallen te worden door haar? Kennen we dat? Dus je denkt, oh, dat had ik beter zo niet kunnen zetten. Maar prijs God, dankjewel voor je barmhartigheid. Dat je me dat niet aanrekent. Dat je me vergeeft. Dus vergeving die ik niet verdien, want ik heb iets gedaan wat niet kon. Het is de goedheid van je vrouw of van je man. De goedheid
waardoor je door kunt gaan met elkaar en waarop dat geen blijvende impact in je leven heeft. Dit is hoe God je behandelt. Dit is hoe God met ons omgaat. Dat is zijn karakter. Dat is zijn goedheid. De Bijbel zegt in Prediker 7 vers 20. Er is geen rechtvaardige man op aarde die goed doet en niet zondigt. Okay. Met andere woorden staat hier. Ook al zijn we verlost. Ook al zijn we betaald. Ook al ziet God ons als rechtvaardig. Vanwege de rechtvaardigheid van Christus in ons leven en over ons leven. Er is geen mens die niet zondigt. Dat even als een kwinkslag richting de uitgesproken genadeleer. Er is geen mens die niet zondigt. Met andere woorden, wij struikelen. Oké, jullie niet, jullie zijn heiligen. Ik struikel regelmatig. Ik zondig regelmatig. Ik doe regelmatig dingen die niet helemaal sporen in het volle plan dat God voor mijn leven heeft. Laat staan voor het plan van de ander, omdat ik daarmee ook schade toe kan brengen. En ik kan me voorstellen dat bij jullie dat hetzelfde is. We zondigen allemaal bij tijd en wijle. En daarom heb ik de hele dag door zijn herzet nodig. Zijn goedheid. Zijn liefdevolle goedheid heb ik nodig. Jij ook. Dag in, dag uit. En dat komt zo heel mooi tevoorschijn in een verhaal in Johannes 8. Daar wil ik het over delen. Dat is het verhaal over Jezus en een vrouw die betrapt wordt op overspel. Het gaat als volgt. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Fariseeën, dat waren van die hele religieuze leiders in die tijd, maar erg religieus, enorm wettisch. Die hadden zichzelf heel veel regels hadden ze uitgevaardigd over hoe iemand zou, hoe je als je bij God hoort, je zou moeten gedragen. Honderden wetten hebben ze opgesteld. En voor ieder die zich niet hield aan die wet die ze opgesteld hadden, daar konden ze verschrikkelijk veroordelend zijn. Dat ze niet aan die standaard, godsdienstige standaard, zouden voldoen. Zichzelf daarentegen vonden ze volkomen volmaakt. Zij waren volmaakt en de rest niet. En wat Jezus doet, die confronteert hen daarmee. En die daagt hen uit. Die maakt eigenlijk al die regels die hij gesteld heeft, die zij gesteld hadden, begint hij belachelijk te maken. En daarom hadden ze bloedhekel aan Jezus en probeerden ze hem in deze situatie in de val te lokken. Luister maar. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Dus terwijl Jezus daar een grote groep mensen aan het onderwijzen is, komen die gasten daar met een vrouw die ze betrapt hebben op overspel. En dan confronteren ze Jezus met de wet van Mozes. Dat staat in de wet van Mozes, de eerste boek. Als je overspel gepleegd hebt, moet je gestenigd worden. Dus midden in die hele grote groep proberen ze hem te vangen. En denk je misschien, ja, dat is ook wel logisch, want als je zulke dingen doet, dan heb je ook straf verdiend. Is dat ook het eerste wat er in jouw hart opkomt? Als je zulke dingen doet, dan heb je ook straf verdiend. Dat mag. Zijn wij zelf zo anders dan? Ja, niet dat ik het heb over overspel. Maar zoveel andere dingen. Waardoor we onszelf zo verstrikt kunnen zetten. Op een verkeerde manier. Wat dacht je van een gewoonte die niemand mag weten? Geheime zonden. Verslaving. Dat is van materialisme. Denken dat alles om geld gaat. Oh, nog eentje. Controle. Grip proberen te houden op de situatie waar je in zit. Of grip proberen te houden op mensen om je heen. En daarom. Dacht je van het leven voor de goedkeuring van andere mensen. Hoe belangrijk is dat vaak niet. Dat we goedkeuring krijgen van andere mensen. Of wat dacht je van jaloezie. Of verstrikt raken in het vergelijken met anderen. Zo wil ik ook zijn. Of wat hij heeft. Dat wil ik ook. Of wat hij kan of zij kan. Dat wil ik ook kunnen.
de zonde van het vergelijken. Maar deze vrouw, oké, die had wat anders. Die zat gevangen in de verkeerde relatie. En dan gaat het verhaal verder. En dit zeiden ze om hem te verzoeken, omdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u is zonder zon, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en hij schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. Niet eens de oudste en de jongste, maar de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar: ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Bekend verhaal. Maar laten we eens kijken wat hier gebeurt. Die fariseeën proberen Jezus in de val te lokken door hem een uitspraak te laten doen die ze later tegen hem kunnen gebruiken. In de christelijke wereld noemen we dat de foutenzoekers. Een aantal mensen om je heen proberen je te betrappen op een fout. Die zijn vaak gedreven door religieuze geest. Maar in plaats van een antwoord te geven, bukt Jezus zich en hij begint in het zand te schrijven. Dat is heel interessant. Hij schrijft in het zand, maar die gasten waren natuurlijk heel ongeduldig en ze namen daar natuurlijk geen genoegen mee, dus ze eisten een antwoord. Uiteindelijk staat Jezus op en dan zegt hij: dit is mijn antwoord. Als iemand van jullie nog nooit gezondigd heeft, dan mag je de eerste steen werpen. En dan bukt hij zich weer opnieuw. Hij is dat net uitgesproken. En hij bukt zich weer opnieuw en hij begint iets op te schrijven. Hij begint te schrijven, verder te schrijven. Het is ook een prachtig verhaal, dit, wat hij aan het doen is. En eigenlijk weet niemand precies wat hij aan het opschrijven is. De Bijbel die vertelt daar helemaal niks over. Er zijn eeuwenlang theologen geweest die van alles gevonden hebben. En een van de dingen is dat ze zeiden: hij is bezig de 10 geboden op te schrijven. Kan. Ik zal je vertellen wat ik denk. Het is gewoon een gedachte van mijzelf. Het is niet theologisch verantwoord, het zijn mijn gedachten. Ik denk dat hij bezig was hun geheime zonden op te schrijven. En ik denk dat ze daar stonden en keken naar wat Jezus aan het opschrijven was en lazen dingen over zichzelf. Hij schreef op: veroordelend, liefdeloos, kritiek, hoogmoedig, eigen gerechtigheid. Het had van alles kunnen zijn. Misbruik, ja natuurlijk, pornografie. Belastingontduiking. Van alles had kunnen liegen op het werk. Ga zo maar door. Misschien schreef hij het hele zand wel vol met al deze dingen en dat laatste. Hij schreef het op, niet omdat hij niet wist. Omdat hij niet wist. Hij schreef het niet op om te laten zien wat hij allemaal wist. Want natuurlijk wist Jezus al lang wat er in hun hart was. Jezus gaat altijd terug naar het hart. Niet naar het gedrag, maar naar het hart. Altijd terug naar de dingen in ons hart. Wat hij deed, was hij wilde hen confronteren met de hypocriete gedrag, de hypocriete kant in hun eigen hart. En dan zegt hij, alles opgeschreven hebbend: oké, jongens, wie van jullie zonder zonde is, lees het maar. Gooi maar die eerste steen. Weet je wat hier opvalt? Ik ga zo nog even verder. Wat me hier nou opvalt, is dat ik heb me geprobeerd te verplaatsen in het plaatje. Maar wat Jezus hier niet doet, is hij valt deze vrouw in het openbaar af. Wat hij doet eigenlijk is, hij beschermt haar. Hij beschermt haar waardigheid. Natuurlijk had hij een fout gemaakt. Ik bedoel, dat is logisch. Hij had een overspel gepleegd. Hij had dingen gedaan die niet konden en mochten. En daar hoorde ook een correctie bij. Daar hoorde ook wat bij. Natuurlijk is dat zo. Maar wat Jezus doet in het openbaar, is hij beschermt haar waardigheid tegenover al die aanklagers die proberen haar
in het nauw te brengen. En dan later zie je dat hij onder vier ogen, één op één als het ware, in de context van de veiligheid, dat hij één op één met haar in gesprek gaat. En dan heel vriendelijk, heel voorzichtig, op zijn manier, confronteert hij haar met haar zonde. Maar hij beschermt haar waardigheid. Is dat niet wat we nodig hebben? Bij elkaar met elkaar. Dat we elkaars waardigheid beschermen. Dat we een veiligheid in de gemeente hebben, waardoor je een ander kunt aanspreken op zijn haar gedrag, op zonde die je ziet, maar dat je altijd de waardigheid van die ander beschermt. Is dit niet wat we nodig hebben? Ik denk dat naarmate dat groeit, en bij ons is dat best gegroeid, vind ik, naarmate dat groeit kun je elkaar aanspreken in liefde, één op één. Nooit in het openbaar. Precies zoals Jezus dat met deze vrouw doet. En dat karakteriseert Jezus. Jezus accepteerde iedereen. Jezus accepteerde iedereen. Hij keurde niet alles goed. Fout is een fout, een zonde is een zonde. Maar hij accepteerde iedereen. Jezus accepteert mij. En ik weet wat ik regelmatig hier doe. Jezus accepteert jullie. Jou. Maar keurt niet alles goed. Hij accepteert je. En is altijd zorgen dat je waardigheid beschermd wordt. Als hier in het openbaar dingen gebeuren die een ander, laten we zeggen, openlijk te kakken zetten, dan kunnen we ons afvragen of dit wel de bedoeling van God is. En er zijn situaties, dan kan het niet anders, dat geef ik toe. Als God meerdere keren gesproken heeft in het leven van iemand, dat er dingen moeten veranderen, en iemand weigert, die situatie kan het gebeuren dat God in de openbaar zegt, met getuigen erbij of niet, joh, en nou moet het afgelopen zijn. Waardigheid. En dan zegt hij tegen die gasten, jongens, als jullie nu durven, gooi dan die eerste steen maar. En dan staat er, maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Dus die fariseeën die druipen af, hier met als het ware zou ik zeggen, met de staart tussen hun benen. En er staat te beginnen met de oudsten. Nou, er zijn eigenlijk wat oudsten onder ons. Oudsten onder ons. En waarom te beginnen met de oudsten? Ik weet niet hoe het in jullie leven is, maar naarmate ik ouder word, merk ik dat ik veel minder behoefte heb om dingen op te houden. Dat het veel makkelijker wordt om gewoon te laten zien zoals je bent. Ik bedoel, je vrouw die trekt al zoveel jaar met je op, die kent je heus wel. Je kinderen die kennen je ook door en door. Je vrienden als het goed is kennen je door en door. In de gemeente kennen we ook. En naarmate we ouder worden, we hebben veel minder reden om ons groot te houden. Om te faken, om te doen alsof. Terwijl als je jong bent en je begint net, dan heb je die neiging veel meer. En daarom denk ik dat wij als ouderen, ook tegenover de jongeren, een stukje eerlijkheid, transparantie mogen laten zien. Van joh, dit is wie we zijn. Ik ben niet meer, ik maak ook regelmatig potjes op. Dat is het. Daarom gebruik ik ook de momenten hier om ook gewoon dingen over mezelf te vertellen. En het zijn niet altijd hele handige dingen. Ja, daar moet ik ook eerlijk mee zijn. Ik ben ook wie ik ben. Die oudste gaan dus als eerste weg. En dan staat er, Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Ze zei, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus Jezus blijft hier alleen achter met deze vrouw. En hij is ondertussen, was hij nog steeds aan het schrijven in het zand. En dan staat hij op. En dan zegt hij heel zachtjes, zegt hij tegen haar, waar zijn je aanklagers? Is er iemand hier nog die er nog is om je te veroordelen? Nee, heer, zegt ze, niemand meer. En dan zegt Jezus, ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is alles wat hij zegt. Het is geen 10 punten preken over veroordelingen. Het enige wat hij zegt is, ga heen en zondig niet meer. Geen 10 punten preken over overspel. Hij zegt alleen, ik veroordeel je niet. Want zegt hij, jij bent veel beter dan dit. Dus in plaats van haar af te breken, is hij bezig haar op te richten. Je bent beter dan datgene wat je nu doet. Dat is ook waarom ik zo ontzettend van Jezus hou. Dat je
bij Jezus mag komen met alles wat je verprutst hebt. En toch krijg je niet op je kop van hem. Niet dat hij alles goedkeurt, maar hij veroordeelt je niet. Hij veroordeelt je niet. In plaats daarvan laat hij zien wie je bent in hem. Hij laat zien wat hij allemaal voor jou gedaan heeft. Hij laat zien dat je veel meer waard bent dan jezelf over te geven aan overstel. Over te geven aan je lusten of aan je hebzucht of aan je zonde. Je bent veel meer waard. Hij zegt, dat heb je allemaal niet meer nodig. Alles wat je nodig hebt, vind je in mij. Hij zegt, daarom ben ik naar de aarde gekomen. Om gevangenisdeuren te openen. En dat vieren we vandaag, wat mij betreft, met Bevrijdingsdag. Ik ben naar de aarde gekomen om gevangenisdeuren te openen. Om vergeving te schenken aan degenen die gevangen zitten door de zonde. Hun eigen zonde, de zonde uit het voorgeslacht, wat het ook is, daardoor gevangen zitten. Om je te bevrijden van jukken die op je leven gelegd zijn. Of die je misschien zelf opgelegd hebt. Misschien jukken van angst te verbreken. Of van boosheid, jaloezie, onvergevingsgezindheid, eenzaamheid, misschien wel bezorgdheid. Om je te kunnen leiden, met andere woorden, op de weg van de vrede. Dat je tot rust mag komen in je ziel. Dat je veilig voelt in je relatie met anderen en in je relatie met God. We hadden vroeger een pakiet, toen kinderen nog thuis woonden. Tokkie. Die zat in een kooitje, dat zitten de meeste pakieten. En we hadden doorgaans de hele dag de deurtje open. En die pakiet zat er altijd heel blij te zitten. En als dan Suzanne iets dichtbij kwam, want ze was gek op de beest, dan knalde die met zijn snavel. En meestal was het de neus van Suzanne die een oplawaai kreeg. Maar het deurtje was open. De vrijheid rondte. Maar kom niet te dichtbij. Want ik wil niet in die vrijheid. Ik wil blijven zitten waar ik zit. Ik wil in mijn kooitje blijven. Ik wil in mijn kooitje. En als je te dichtbij komt. Ik blijf liever in mijn kooi. Dan dat ik de vrijheid inga. Dat is mijn vraag waar ik mee wil afsluiten vanmorgen. Wat houdt jou tegen om uit je kooi te komen? Die vrouw die overstel had gepleegd, die zat gevangen in schuld, in schaamte en veroordeling. Het kan een gevangenis voor je zijn. Maar Jezus bevrijdde haar simpelweg met een paar woorden. Dat zegt hij ook tegen jou. Dat zegt hij tegen mij. Hij zegt, ik veroordeel je niet. Wees maar niet bang. Ik veroordeel je niet. Ik ben gekomen om je te verlossen. Dan staat er in Johannes 12, vers 47. Dan zegt hij, ik ben gekomen om de wereld te redden en niet om erover te oordelen. Ik ben dus niet gekomen om over jou te oordelen, maar om je te redden, om je te verlossen. En dan lezen we in Jacobus 2, vers 13. Barmhartig. Triomfeert over oordeel. En ik ben zo blij met dat vers. Want dat is wie God is. Je hebt straf verdiend, maar je krijgt het niet. Je krijgt wat anders. In plaats van dat je straf krijgt, krijg je de goedheid van God. De liefdevolle goedheid van God. De hezet. Elke dag weer opnieuw. Het is zijn goedheid. Dat hij je vergeeft van al je zonden en onzonden. Van al je mislukkelingen, van al je fouten. Het is zijn goedheid. Het is zijn goedheid om je te bevrijden van al je schuld. Je te verlossen van schaamte en veroordeling. Dat is zijn goedheid. Het is zijn goedheid om je te genezen van innerlijke wonden. Wonden die geslagen zijn in je leven. Vloeken die over je leven liggen. Al die goedheid geeft hij aan jou. Hij zegt, ik veroordeel je niet. Wil je het ontvangen? Wil je het aannemen? En hij zegt, aan mij ligt het niet. Hulp is beschikbaar, maar je moet het wel vragen. Psalm 86, vers 5 zegt, o Heere, u bent zo goed en vriendelijk. U bent zo goed en vriendelijk. Bereid om te vergeven. Zo vol barmhartigheid voor allen die om uw hulp vragen. De deur van het kooitje staat open. 2000 jaar geleden, daar aan het kruis van Golgotha. Daar heeft de Heer die deur opengezet. Er is vrijheid. Er is genezing. Er is herstel.
Er is bevrijding beschikbaar voor alle die dat willen. En de vraag is, stap jij het kooitje uit waar je vast zit? En vraag je om hulp? Dan sluit ik af met de tekst waarmee ik begon, Lucas 1. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Bevrijdingsdag 2019. Ik zou bijna zeggen, laat dit een gloednieuwe dag voor je zijn. Laat dit een gloednieuwe dag voor je zijn. Een dag waarop het licht van zijn goedheid schijnt in duistere gebieden in je leven die je misschien niet eens kent. Aan het eind van die 2 weken in Schotland zei ik, en ik heb het hier al eerder gezegd, ik wist niet hoe gebroken ik was, totdat ik daar Jezus ontmoette. Als je werkelijk de ontmoeting hebt met deze God, God van de genade en van de goedheid, zijn liefdevolle goedheid, dan ga je zien stap voor stap welke gebieden in je leven heel nodig hebben. En hulp is beschikbaar. Maar jij bent de enige die zelf uit het kooitje kan komen. Dat kunnen wij niet voor doen. En wat voor kooitje je in zit, dat weet ik niet. Maar in alle gesprekken die ik nu heb, kom ik altijd mensen tegen die in kooitjes vastzitten. Dus geen mensen die niet in een kooitje vastzitten. Als je zelf de stap zet door die deur heen en die kooi achter je te laten, dan zal God gaan beginnen met je te vullen met zijn kracht. Om dat nieuwe leven, een gloednieuwe dag in hem te kunnen gaan leven. Echt te kunnen gaan leven. Leven van innerlijke vrijheid. Een leven van innerlijke vrede. De Bijbel zegt, hij of zij, die door de Heer is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. En dat zeggen we. En dat zingen we. Maar het is niet altijd de realiteit in ons leven. Dat moeten we onder ogen zien. En als we dat onder ogen kunnen zien en zeggen van hem, zo willen kijken. Ook naar mijn eigen leven. Dan kan God aan de gang. Dan kan hij de gebieden aanwijzen in jouw leven, in jouw leven, in jouw leven, in jouw leven. En denk niet, ik ben al 60 jaar christen. En het zit met mij wel goed. Oké. Ik was, hoe lang christen ben ik? 25 jaar, 30 jaar, ik weet niet eens. Ik ben geschrokken van de dingen die er gewoon in mijn hart zitten. Wist ik veel. En als ik om me heen kijk. Jongens, we hebben allemaal onze dingen, laten we eerlijk zijn. Allemaal onze dingen. Dan wilde je beginnen dus te vullen met zijn kracht en met zijn innerlijke vrede en met zijn innerlijke vrijheid. God wil je vrijmaken. God wil jou, mij, ons allemaal vrijmaken. Opwekken om deel te maken van dat eindtijdleger van, ik zou bijna zeggen, romantische geliefden van Jezus. Dat eindtijdleger, lichtdragers, die vol zullen zijn van zijn heerlijkheid. En onze Jezus, onze God, heb ik ontdekt, is zo liefdevol, is zo goed, dat ik geen reden kan bedenken waarom jij en ik niet naar hem toe zouden rennen voor. Amen. Amen.